Goedemiddag, mevrouw, mijn heren. Ik heb u genood op deze persconferentie te mijnen kantoren vanuit mijn heftige bekommernis om de fundamenten van onze rechtsstaat waaraan getornd wordt van alle zijden. Ik zal mevrouw Kalkhoven even erbij halen. Mevrouw Kalkhoven, komt u binnen. Ik heb hier wat mensen van de landelijke pers genodigd. Gaat u zitten. En dit is mevrouw Kalkhoven. Ik even voor u langs, dank u wel. Ja. Waar gaat het wat om? Is er gebeurd? Ja, de belangrijkste vraag. Waarom zijn we hier? Om Wim Kok. Als ik even mag aanvullen. Mevrouw Kalkhoven is naar eigen zeggen door Wim Kok, de Wim Kok, lastiggevallen met ongewenste intimiteiten. Laat ik het zo maar formuleren. Weet u dat zeker? Ja, want zij zal dit ook bevestigen volgende week bij Catherine Keil, meen ik, en in Seks voor de Bug en in het opinieweekblad De Nieuwe Revue. Van wanneer dateren die intimiteiten? 17 februari 1954. Ja, heeft u die datum? Op die avond is mevrouw Kalkhoven op een openbare ijsbaan door een zogenaamd struikelende Wim Kok bij haar beide borsten gevat. He? Zo ging het toch? Hoe ging het? Wim Kok kwam aan. Hij viel zo van achteren. Ja, hij viel dus tegen u op. Ja, maar maakte van die val misbruik om een en hij kneep. Ja. Hij kneep ook nog. Ja, Wim Kok. Mevrouw, u weet zeker dat dat Wim Kok was? Ja. Ja. Want die andere jongens riepen, hey Wim Kok. Ja, hey Wim Kok. En wij zijn dat nagegaan op mijn kantoor. En hoe merkwaardig het ook klinkt, dames en heren, er bestaat in Nederland slechts één Wim Kok. Dus dat lijkt mij duidelijk. U weet zeker dat mevrouw niet is gestuurd door bijvoorbeeld de VVD om Wim Kok dus te compromitteren met de aanstaande verkiezingen. Rechtse krachten die hier aan het werk zijn. Nee, ik stem SP. En ik zie hier dus naast mij een vrouw die psychisch gewond is, omdat ze door de voortdurende aanwezigheid van Wim Kok in alle media nog steeds wordt herinnerd aan die kwetsende gebeurtenis van destijds. Ik acht het buitengewoon razonabel, noteert u dat alstublieft, dat deze incompleet beleefde 41 levensjaren op de een of andere wijze langs geldelijke weg worden gecompenseerd. En ik zou graag bij deze alle Nederlandse vrouwen en meisjes die ooit in contact zijn geweest, in welke situatie of wanneer dan ook, met deze Wim Kok willen vragen om in het belang van het zero tolerance klimaat, want daar hebben we het hier over, zo snel mogelijk contact op te nemen met mijn kantoor. Dan zullen we zien wat we verder doen kunnen. Dank u wel. Volgende dikje, mag ik even. Ja, hallo met meester Toepoel. Ja, mevrouw. U zegt voorop. Zij links. Op de stang. In Amazone zit. Juist. Ja, prima. Ik ben u zo terug. Dank u wel. U heeft niet alleen de Nederlandse rechtsstaat, maar ook mij een kapitale dienst bewezen. Dank u.